Het duurde 4 maanden, maar toen was er witte rook. En verrassend nieuws, Jan-Dirk, Alex Pastoor blijft trainer van Sparta. Nou, verrassend niet, het is goed. Ook voetbalmanager, dat gaat leiden tot promotie naar het hoogste niveau binnen nu en een half jaar. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond, het is vrijdagavond, tijd voor FC Rijnmond. Als dat op de vrijdag, dan blikken we vooruit op dat wat komen gaat. Deze speelronde in Eredivisie en Jupiler League. En dat bespreken we met de mannen aan deze desk. Je zag hem al even, Jan-Dirk Stouten en naast hem aangeschoven vaste gast. Een Feyenoord watcher bij VI, Martijn Krabbedam. Martijn, ben je ook zo verheugd? Rapport van Kunstgras. Het is uitgekomen gisteren door de KNVB, hè? Kunstgras. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, het valt allemaal, het beïnvloedt de resultaten niet. Ja. Dan zullen er ongetwijfeld enorm veel onderzoek naar hebben gedaan. Maar als je mensen in de voetbalrij spreekt, spelers, trainers, de meeste hebben het gewoon liever niet. Nee, maar het maakt niet uit. Minder blessures. De blessures worden nou ja, dat kunstgras ontwikkelt zich natuurlijk. En als ik kijk naar de amateurs, is het wel ideaal, hè, voor die kinderen. Want ze kunnen altijd voetballen onder alle omstandigheden. Maar ik vind dat betaald voetbal wordt gewoon op normaal gras te worden gespeeld. Nog steeds? Ja, nog steeds. Je ziet, FIFA zegt toch ook dat geen enkel WK in de toekomst op die ondergrond wordt gespeeld. In Engeland heb je het niet, in Duitsland heb je het niet. En Nederland is het enige land die hierop speelt. En we hebben hier toch ook geen hele strenge winters, volgens mij. Nee, dat wordt wat minder de laatste jaren. Dat wordt minder, ja. Daar hoor Sven Kramer ook over klagen. Jan-Dirk, Feyenoord dit weekend tegen Heracles. En nog bijzonderheden bij Feyenoord? Nee, eigenlijk niet. Een botsing op de training met El Amadi en Van Beek. Maar Van Beek kwam een beetje hinkend van het veld, begreep ik. Maar die kan gewoon spelen. Die is belangrijk centraal achterin. Hij gaat lekker spelen met Bottegien. Die gaat hij wekenlang laten staan. Is onze indruk, althans mijn indruk, na de persconferentie van vandaag. En lekker door met een vast elftal. Kortom, het elftal van Feyenoord staat een beetje. Ja, al moet je daar altijd voorzichtig mee zijn. Want thuis tegen Heracles denk je, nou, dat komt goed. Maar dan de komende weken NEC uit, Groningen uit. Dat zijn weer typisch van die wedstrijden. Maar ja, we gaan het zien. Dan gaan we zo meteen met deze mannen verder over praten. Eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Deze week bleek dat er toch nog oprechte, authentieke personen in het profvoetbal zijn. Neem Andy van der Meijden. Sommige spelers doen werkelijk alles voor geld. Op het gênante af. Maar bij Andy zit dat duidelijk anders. Reden voor een diepte-interview, als we de microfoon tenminste aankrijgen. Ja, Andy van der Meijden, de stelling die wij hebben. Even aan de pik. Hoor je me zo? Ja, daar zijn we. Andy, wat doe je hier eigenlijk op de Nationale Sportvakbeurs? Ja, ik ben hier voor de Vlamtasties. Ik ben Vlambassadeur. Ah, Vlambassadeur. Kijk, dat zal de verkoopcijfers van de Vlamtos die goed doen. Toch? Nee, ik eet ze heel graag, maar verkopen doe ik niet. Okay. Nou ja, ook dat eten legt de Vlamtos in ieder geval geen windeieren, zo te zien. Hoe dan ook, zijn Vlambassadeurschap is in ieder geval niet gedreven door geldzucht, maar komt duidelijk voort uit een oprechte persoonlijke betrokkenheid. En dat ontroert. En daarbij, Andy is niet iemand die liegt. Is Dirk eigenlijk ook de speler bij Feyenoord die jou het meest aanspreekt? Nee, ik vind Dirk wel erg lelijk, maar hij is wel echt een vechter, ja. Daar is geen spel tussen te krijgen. Nu we het toch over Dirk hebben, die toonde vorig jaar ook al aan dat sommige reclames gewoonweg uit liefde geboren zijn. Dirk, je moet spelen! Dirk! Laat ze alvast beginnen, ik kom zo. Nemen we tot slot nog even een kijkje bij Sparta. Daar gooide trainer Alex Pastoor deze week even een baksteen in het water door Pardoes zijn contract te verlengen. Vanuit het niets. De intentie is om er liever vandaag dan morgen uit te komen. Het zou beter morgen dan vandaag afgerond kunnen zijn. Je hebt in sommige opzichten wel liever dat het vandaag dan morgen voor elkaar is. En dan is het op 2 december zomaar opeens rond. Maar goed, ook de komende 2 jaar is Pastoor hoofdtrainer en hij gaat zich bemoeien met het aan- en verkoopbeleid. Sparta stijgt tot grote hoogten tegenwoordig. De club staat aan het firmament tussen de sterren, ergens in de buurt van Mars en Jupiter. En daar past koploper Sparta prima, want ze spelen niet voor niets in de Jupiter League. De Jupiter League, precies. Ach, een klein foutje van de voorzitter. Maar het siert de club dat ze in alle uitingen achter Rob Westerhof blijft staan. De Jupiter Lounge. Een prima plek om je contract te verlengen. Dag. Goed, de week van deze week. Wij krijgen na deze week denk ik weer een doos Vlamtosties. Dat lijkt me logisch voor iedereen. Maar laten we het even hebben over Sparta en de contractverlenging van Pastoor. Ja, dat is goed voor de club toch? Zei Jan-Dirk, ben je het mee eens? Ja, tuurlijk.
Tuurlijk. Het is voor het eerst sinds de mensenheugen is wat ver, maar sinds heel lang gewoon rustig op het kasteel. Ze staan bovenaan. Er is sprake van beleid. Het betaalt zich nu uit, dus dan moet je doorgaan op deze ingeslagen weg. Hij zei ook, wel opmerkend, dat hij in Reiziger eigenlijk als een opvolger al een beetje ziet. In ieder geval een goede trainer. Dat zijn altijd mooie intenties van trainers onderling. Dat moet je altijd maar zien. Maar ik geef Martijn echt volkomen gelijk. Ik hoor Pastoor vanmorgen bij ons op Radio Rijnmond. Dan zegt die jongen echt heel verstandige dingen. Of die man zegt verstandige dingen. Die zegt, dan raken wij staan met 1-0 achter vorige week. Blijven we rustig doorvoetballen. Er is lijn, er is structuur, er is rust in de organisatie. Ja, je zou bijna weer gaan zeggen de ideale basis om die stap weer te maken. Het zou echt heel mooi zijn. Dat zou wel opmerkelijk zijn dat er zoveel jaren zoveel onrust is geweest. Trainers eruit, directioneel gedoe, bestuurlijk gedoe. En nu is er dan één keer rust en zie je waar je staat. Maar bovenaan. Ik hoorde de voorzitter wel weer zeggen dat dit moet leiden tot een positie in de middenmoot in de Eredivisie in het seizoen 17-18 volgens mij. Ja, 2017-18. Als je verstandig bent, dan doe je het zoals bij Excelsior doen. Zeg je het niet. Dan maar zeg je het niet. Want dit werkt natuurlijk ook wel weer druk in de hand. En op basis waarvan zou dat dan moeten? Ja. Op basis van de begroting, dat valt ook nog wel weer mee, toch? Op basis van de spelersgroep. Volgens mij hebben ze niet eens het beste materiaal in de Jupiler League. Nee, want dat is wel aardig. Dus wat dat betreft vind ik dat Pastoor gewoon echt een... Jupiter League trouwens. De Jupiter League, ja. Nee, maar dat betreft vind ik dat Pastoor gewoon goed werk levert bij Sparta. En vanavond wel weer een volgende test eigenlijk, hè? Thuis tegen Volendam. Toevallig ook de twee oudste ploegen, geloof ik, qua gemiddelde leeftijd in de Jupiler League. Dus in plaats van de jongens van 19, 20 jaar echt ook een paar senioren erin. Of 35. Ja, ze kunnen laten zien dat ze thuis echt onverslaanbaar zijn en dat ze daar elke week de punten pakken. Molenaar, die bij Volendam ook heel goed werk verricht, heel goed begonnen, laatste fase wat minder. Maar nu, het is niet de dood of de gladiolen, bij lange na niet. Hè. Maar Sparta is echt bezig stappen te zetten. En ik ben benieuwd waar dat toe gaat leiden. Zie jij bij Sparta ook een beetje talenten die klaar zijn voor de Eredivisie? Want er wordt vaak gezegd... Ik zie ze niet elke week. Daarvoor zou ik ze vaker moeten zien. Maar ja, ongetwijfeld zal er een aantal rondlopen. En als ze promoveren, dan zullen ze die kans wel krijgen. Want dan is Sparta toch nog steeds niet in staat om eventjes 8, 9, 10 nieuwe spelers te halen. Zou er niet dan wat loskomen bij Sparta? Vraag ik me ook wel eens af. Als ze dan weer Eredivisie spelen. Dat is altijd zo makkelijk gezegd. Hè? Van dan, kijk, natuurlijk kan promotie voor een soort van vliegwiel-effect zorgen en dingen losmaken. Maar de vraag blijft altijd, zeker bij Sparta, waar mensen financieel nog steeds, ook recent volgens mij, weer de nek uitsteken om die club boven water te houden, of die ook een soort van stabiel beleid voor jaren kunnen neerzetten, zoals op Woudestein wel uitstekend gebeurd is. Nou, dat brugje dan maar te maken. Straks wat uitgebreider over Feyenoord nog. Excelsior tegen Twente. Dat is een beladen potje. Als je die wint, net als tegen Willem II, dat zijn de potjes om met je tegenstanders op achterstand te zetten eigenlijk een beetje. Ja, ben je bijna veilig. Ja, nou zo'n beetje wel. Ja, nou ja, gaat dat wel is hard. Uitstekend gedaan van Groenendijk. Mag best gezegd worden, vind ik. Ja. Wat is de kracht van dit Excelsior dan? Ja, die zit hem in de organisatie, hè. Daar hebben we al vaak dingen over gezegd, ook zondagavond met Wouter Gudier. Maar het budget is ruimer, de selectie is breder dan een jaar geleden. Dus Groenendijk heeft ook echt meer mogelijkheden. Als hij er snel in blijft, levert hij echt een wereldprestatie. En kun je proberen als club weer een stapje te zetten. Het salarisbudget een beetje naar boven. Dat is wel spannend voor Feridaan en Wouter Gudde. Maar ze zitten daar elke keer stapjes en het wordt steeds een beetje beter. Ik denk ook scouting, hoor. Als je ziet waar ze die spelers toch allemaal vandaan hebben gehaald. Ja. En Koe was ook weer. Ze hebben er gewoon een goed inzicht in de belofte elftal en de eerste divisie welke spelers ze moeten pakken. Ja, en als er dan al een geraamte staat van spelers, is het natuurlijk wat simpeler inpassen. Ja, en dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel veel nodig om in de Eredivisie een stabiele middenmotor te worden. Maar voor een ploeg met een begroting van 5 miljoen is het bizar om dat eigenlijk te zeggen. Dat is niet zo heel veel nodig. Dat duidt dus gewoon op dat je gewoon een goede scouting moet hebben. Dat voor elke club gewoon heel belangrijk is. Het is belangrijk voor direct resultaat in je elftal, maar ook om in de toekomst geld te verdienen. Want als je kijkt naar Twente, de tegenstander, ondanks alle tekorten en of ze wel of niet in de Eredivisie blijven, een veel ruimere begroting natuurlijk. Hè? Ja, en waarschijnlijk ook op de meeste posities, niet allemaal, betere spelers dan Excelsior. Je ziet dan weer, pas in de Kuip met Twente, hè. Natuurlijk wint Feyenoord heel makkelijk, had geen 5-0, maar 8-0 moeten worden, geloof ik. Maar ja, zelfvertrouwen is zo belangrijk in de sport. Als je dat niet hebt, dat zie je bij Twente, het gaat als een plumpudding naar beneden. Ja, dat gaat natuurlijk genadeloos mis daar, helaas, mooie club. Ja. En instellingen, als je ziet hoe dat Twente toch loopt te spelen met al die... Eilandjes zie je ook in de Kuip. Het is vreselijk. Ja. Maar dan maakt een trainerswissel zoals met Schreuder ook niet uit. Nee, dat maakt natuurlijk niet uit. Nee, want nou staat René Haken voor de groep. Gaan ze daar dan beter van voetballen? Dat zal toch wel niet. Nee. Overigens, wel voor een uitdaging voor Ferry de Haan als directeur van Excelsior de komende maanden. Want die hele as van Excelsior heeft een aflopend contract. Dus dat betekent dat als iedereen weg zou gaan, dat het wel... Vorig jaar toch ook? Of niet? Nou, niet iedereen. Toen hadden ze Kruis en Ouassara vastgelegd. Nu Kruis, en Fischer van Weert of niet? Ja, en Fischer en Ouassara ook. Dat loopt allemaal af. Dus dat zijn vier jongens die toch wel in je basis staan. Die aflopen. Dat is wel een keuze die je dan moet gaan maken. Ja, vooral ook vanwege die... Ja, ik kan me echt voorstellen dat je daar nu werkt en denkt van... Ja, nu zijn we er vorig jaar ingebleven. Gaat het nu waarschijnlijk weer lukken? Gaan we dan proberen nog dat stapje te zetten? Ga je dan ook... Maar ze doen het gelukkig wel voorzichtig. Maar het is wel een soort van dilemma, kan ik me voorstellen.
Ja, maar deze spelers, is er al mee gesproken? Bedoel, de eerste intenties zijn uitgesproken. Dat ze met hun verder willen uitlaten. Dat ze willen praten. Maar deze spelers weten natuurlijk ook wel dat er dat niet Manchester United komt. En ook waarschijnlijk niet, noem eens wat, een top 4-5 club uit de Eredivisie. En bij Excelsior zit je gewoon goed. Van Weert had er vorig jaar viel op, 12, 13 doelpunten. Het is logisch dat ze jongen dan hoopt een stap hoger te kunnen gaan maken. Kon ook nog weg op een gegeven moment. Ja, maar dat heeft Martijn gelijk. Maar die verhoudingen zijn gewoon veranderd. Die zijn totaal want veranderd. Cambuur, Fies is al denk ik elke dag blij zijn dat hij naar Cambuur is gegaan. Ja. Had hij misschien wat meer geld kunnen pakken. Maar kun je zomaar weer degraderen. Ook voetballers zie je, een aantal, hè, niet allemaal. Daar op lange termijn durven denken. Dat is de kracht van Excelsior. En daar willen spelers denk ik heel graag bij horen. Maar wil je dan, wat ik kijk naar Fischer, is 26, meen ik even uit mijn hoofd. Van Weert is nog jong. Ouassar, Kruis zijn al wat ouder. Die gaan richting de 30 of zijn al in de 30. Het is ook wel een moment om door te selecteren, toch? Je kan ook een groep te lang bij elkaar houden, zeggen trainers wel eens. Dat is ook zo. Dat klopt. Maar die beslissing zou Excelsior moeten nemen. Oh, dat is waar. Ja, daar gaan wij niet over. Nee, gaan we er niet over? Oh, nee. Nog even één stap. Als ze achteraf fout hebben gedaan, worden dat wij dan niet. Ja, dat zeggen wij dan niet. Dat zeggen wij dan niet. Eén statistiek trouwens, want het is dan wel december. Hè. Excelsior heeft 59 wedstrijden in de Eredivisie in december gespeeld. Tot op heden pas 3 gewonnen. Dus dat belooft niet heel veel goeds voor deze maand. Nee. Thuiswedstrijden. Nee, dat de statistiek is, belooft dat niet heel veel goed. Gaat wel winnen van Twente morgenavond. Dat lijkt mij ook. Dat vind ik wel mooi. Als je nu naar Woudestein gaat morgen gaan, weet je... Ja, je weet nooit iets zeker in het leven. Maar dan weet je wel dat Excelsior gewoon favoriet is tegen een ploeg die een paar jaar geleden... Tuurlijk, vorig jaar wonnen ze dat toch ook van thuis? Ja. Ja, maar dat was een hele andere wedstrijd, hè, toen. Ja. Laten we het over Feyenoord gaan hebben en de kansen van Feyenoord en hoe ze ervoor staan. We zijn deze week namelijk ook bij de Nationale Sportvakbeurs geweest. En daar liepen heel veel mensen uit de voetballerij rond en wij waren heel benieuwd hoe zij naar dit Feyenoord van nu kijken. Als je ons nu ziet voetballen, ja, ga ik toch wel echt een beetje aan het kampioenschap denken. En als je dus kijkt naar de brede selectie die we nu hebben, dan zeg ik van elke positie dubbel bezet. En mocht er zijn uitvallen, geblesseerd of met schorsingen, dan zijn we niet zo bang dat de vervanger de ploeg minder sterk zou maken. Elia die wordt weggestuurd, er komt een hoge voorzet, er komt nieuwe Kramer. Ouassar zit ernaast, dan het schot goal! En een goal van Kuyt uiteindelijk. Ik heb ook die derby gezien op de televisie. Dat was goed hoor, ik vond het wel aangenaam. Maar het is al lang geleden dat Feyenoord nog eens een titel gehaald heeft. Hè. Dus ik gun het hen wel hoor. Feyenoord heeft een hele leuke ploeg, maar nee, helaas geen kampioensploeg. Want dat is Ajax. En waarom zeg je dat? Waarom zeg ik dat? Ja, omdat ik gewoon voel dat Ajax kampioen gaat worden bij de vrouwen en de mannen. Ik heb het idee dat er wel echt een goede teamgeest is. Ja, en als je kijkt naar de rest van de competitie, is het niet zo dat je denkt van nou, er zijn andere teams die heel ver... Ik vind PSV wel een hele goede elftal hebben. Maar ja, Feyenoord speelt geen Europees voetbal. Ja, dus dat allemaal bij elkaar. Dan komt het helemaal goed. Bij Karsdorp opnieuw. Kan hem meegeven aan Kuyt. Gaat hij hem zelf voorgeven. Komt hij wel. Kral en een goal! Wereldgoal van Kral! Fantastisch! Ja, ik vind die lange, die spits, hoe heet die? Michiel Kramer. Kramer, ja. Irritante voetballer. Maar als je zo'n speler in je team hebt, dat is heel belangrijk. En ik moet zeggen dat hij ook nog aardig kan voetballen ook. Dus de meeste mensen kijken naar hem alsof hij... Ja, echt een klerenleier is, want zo kijk ik ook naar hem. Hij is wel een goede voetballer en hij is echt wel heel belangrijk voor Feyenoord, denk ik. Nou, wat mij opviel de laatste jaren is iedere keer op het moment dat het goed ging en ze begonnen erover te praten, verloren ze van zeg maar, de wat mindere tegenstanders. En dus heel veel excuses waarom ze het niet gehaald hebben. En... Toen had ik zoiets van, praat er maar niet over en zie maar gewoon je wedstrijden te winnen. Dus eerst maar bewijzen en daarna kan je zeggen of je een kampioensploeg hebt. Hij staat aan de kant van de winnaars in deze eerste Rotterdamse stadsderby van dit seizoen. Want Feyenoord wint uiteindelijk met 4-2. Ik denk dat het einde van het seizoen toch wat ermee te maken heeft of Ajax en PSV doorbreken in Europees verband. Ik denk dat dat nog steeds toch de bottleneck is voor veel Nederlandse clubs. Dat ze na
vooraf en na afloop van zo'n doordeweekse periode in ieder geval punten verliezen. Dus daar zal het mee te maken hebben. Maar als er een seizoen is dat ze een kans maken, is dat dit seizoen. Nou, dat gezegd mag worden. Hè. Als ze een kans maken, is het dit seizoen. Mee eens? Ja, mee eens. Zoals het ook hadden kunnen worden in het laatste jaar van Koeman. Ja. Maar toen Blokland het ook zegt, vind ik. Vind je maar nou ja, dat hoort wel bij een club die ambitie uitstraalt. Ja. Hè? Dat ook gewoon een commissaris zegt, we hebben nou het materiaal om kampioen te worden. Laten we het nou ook maar worden. Nu moet het ook. Maar het kan dus wel. En hij begint er steeds meer in te geloven. En die druk mag er ook best wel zijn bij Feyenoord, denk ik. En speelt Feyenoord als een kampioensploeg? Nou, dat niet altijd. Hè. Dat is het enige wat nog ontbreekt, vind ik, aan dit Feyenoord. Dat het voetballend gezien nog niet altijd goed genoeg is. Dat er te weinig houvast is nog. En ze hebben natuurlijk wel de individuele kwaliteit om wedstrijden makkelijk te beslissen. Maar je moet toch ook altijd die basis hebben om op terug te vallen. Dat wordt wel beter. Maar nog steeds niet goed genoeg als je kijkt naar ADO Den Haag uit. Weet je wel. Ja. Dat zijn nog steeds wedstrijden die ertussen zitten. En die er waarschijnlijk ertussen blijven zitten. En daarom is het wat Jan Dirk zegt waar. Wordt het wel interessant om te zien hoe ze zich houden in Groningen en in Nijmegen straks. Ja, Van Bronckh zei het wel goed vandaag. Die jongen heeft natuurlijk zelf gespeeld in teams. Waar het ook niet altijd, ja vaak wel vanzelf, maar ook niet altijd. Nou, ja. Barcelona ging het niet. Maar ook dan moet je het elke week, als je dan op woensdagavond van Real Madrid wint in de halve finale van de Champions League, ook uit jezelf kunnen halen. Hij zei het goed, thuis word je gesteund door het legioen. Maar uit moet het echt uit jezelf komen. En dat is natuurlijk gewoon heel waar. Als hij dat erin krijgt, en dat is een proces van, niet van één seizoen. Maar als je dat er nog in krijgt, dan, als je daar stabiel wordt, dan kan het echt gebeuren. Maar hoe kan het, want dat proces, dat zal Koeman toch ook kunnen? Ja, nee, Koeman en Rutte, die proberen dat toch ook? Kijk, ik kijk graag naar mensen, want dan ben ik altijd benieuwd hoe ze zich gedragen en waarom ze dingen doen. En daar kan je als mens iets van leren. Ik stond hem zaterdagavond te interviewen op Woudestein. En toen stond ik een beetje naar hem te kijken terwijl ik hem vragen stelde. Moest ik denken aan een paar boeken die ik gelezen heb. En mensen die grote bedrijven leiden die ik regelmatig spreek. Ik dacht daar te zien en op het gevaar dat mensen denken dat ik er volledig naast zit. Dat Van Bronckhorst een natuurlijk leider is. En waarom denk ik dat? Ik heb een aantal mensen gebeld die grote bedrijven leiden. Die dat heel goed doen. Die mooie organisaties hebben neergezet. Een natuurlijk leider die schetst een toekomstperspectief waar je met elkaar naartoe gaat. Die wijst de weg. Die geeft mensen heel veel vertrouwen en vrijheid en is heel duidelijk tegen mensen. Ik weet één ding zeker, dat Van Bronckhorst aan al die criteria voldoet. Dat betekent niet dat je nu al kampioen wordt, maar de manier waarop je dingen doet, ben ik echt wel van onder de indruk. Mee eens? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik spreek natuurlijk ook wel wat mensen, dan niet geen directeur of zo van grote bedrijven, met mensen binnen Feyenoord. En Van Bronckhorst is enorm meegevallen. Hij is eigenlijk beter dan de meeste mensen vooraf hadden gedacht. En dat komt doordat hij gewoon duidelijk is en dat hij ook recht voor zijn raap is. Als hem iets niet bevalt, stapt hij gewoon binnen bij de technisch directeur, bij de algemeen directeur of bij wie dan ook. En dan zegt hij wat hem op zijn leven ligt. En ja, dat is ook wel een eigenschap die iemand tot een goede trainer kan maken. Hè. Kijk, we zijn pas net begonnen. Van Bronckhorst is ook pas net begonnen. Hè. De signalen zijn veelbelovend dat het een hele goede trainer kan worden. Maar we moeten eerst nog maar eens zien hoe hij zich gaat houden straks als het even tegen zit. Hè, bij een aantal nederlagen op rij. Dat weten we niet. Maar nogmaals, als hij zich presenteert naar buiten toe. Hij is rustig, hij is duidelijk. Hij zou misschien wel wat spannende dingen mogen zeggen. Want dat is alleen maar voor ons leuk. Ja. Maar goed, verder is het wel iemand die een goede trainer echt zou kunnen worden. Maar het grappige is ook wel weer, wij hebben hier ook in het verleden gezeten toen Koeman nog hoofdtrainer was. En toen zag je de trainingen. En toen zei iedereen ook van ja, maar het lijkt wel alsof hij alleen maar de pionnen neerzet. En het voor de rest niet waar. Zo boeit. Koeman leidde elke training. Zo wat? Nee, Koeman leidde de training. Nee, ik heb het over dat Van Bronckhorst. Ja, maar misschien zat daar de meer bijliep. Een beperkte blik van sommige mensen. Dat kan. Weet je, kijk, het is echt een verschil of je assistent bent of dat je gewoon de verantwoordelijkheid hebt. En die heeft hij nu, die heeft hij ook zelf genomen, die leiding in de gesprekken met Gudde en Van Geel voor deze competitie. Ja. Toen ze moesten beslissen, wordt het Van Gastel of Van Bronckhorst. En kijk, ik heb het al vaker gezegd, kijk, natuurlijk heeft Martijn gelijk, er is geen garantie dat hij het gaat redden. Die krijgt niemand in het leven. Maar als je kijkt hoe hij zich gedraagt, en het is niet spannend op persconferenties, maar die jongen is echt volkomen zichzelf, echt altijd. Zo was hij als speler ook. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Hè? Als je je staande houdt in de top van het internationale voetbal, dan ben je niet te soft. Dat is echt uitgesloten. En hij heeft toch wel een transformatie moeten ondergaan. Hè? Want als assistent was het echt iemand die tussen de jongens stond grappen maken. En ze noemden hem allemaal niet voor niks Gio. Ja, en nu moet je langzaam dan toch boven die groep gaan staan. Als je ziet welke beslissingen die dan ook gewoon neemt. Hè? Van der Heijden eruit. Immers rukzichtloos op de tribune. Kazim weg. Gustafsson erin. Ja, dat durf je wel beslissingen te nemen. Dat is in dit vak toch wel gewoon heel belangrijk. Ja. Maar dan ga ik naar het spel kijken. En dan kijk ik deze week in VI Taco van der Velde zijn analyse over het spel. En dan zie je
te veel de lange bal. Of heel vaak, vaker dan bijna welke andere ploeg dan ook op dit moment. Terwijl Kramer geen man is voor een lange bal. Nee. Die moet zo snel mogelijk voor het doel staan. Dat is het voetballende gedeelte wat ontwikkeld moet worden. Als je geen positiespel hebt, dan ga je eerder de lange bal spelen. Ja. Dus dat is wel een onderdeel waarop het beter moet. En dan blijf ik ook zeggen dat Feyenoord juist voetballend gezien vorig jaar onder Rutte beter speelde dan nu onder Van Bronckhorst. Maar dat kan nog komen. Want er staat Eén kwartaal onder Rutte goed. Nou, ze speelden toch regelmatig gewoon goed positiespel. Het ijzer viel het inderdaad tegen, maar oké. Maar het is wel zo, als dat er ook nog in komt, want dat staat ook in het stuk, dan is Feyenoord bijna niet meer te houden, lijkt het. Nee, want nu is het nog, staat in het stuk op de grillen van een Kramer die scoort, de werklust van Kuit. Daar is overigens niks mis mee, hè? Maar als je dat nog toevoegt. Ja. Als je dat toevoegt, dan ben je echt. Maar de vraag is dan, die defensie stond er al natuurlijk. Er is weinig in geschoven en veranderd uiteindelijk. De basis. Hij heeft ook gewoon Nederlander uitgehaald. Hij heeft Nederlander uitgehaald. Congolo linksback. Karsdorp is eigenlijk onder Rutte natuurlijk al doorgebroken, maar die zet die lijn gewoon door. Dus achterin heeft Feyenoord geen problemen. Nee, maar daar bedoel ik, op een gegeven moment mag je die ontwikkeling toch wel gaan verwachten. Of is dat dan iets wat je dan pas in de winterstop kan verwachten als we weer een paar weken Ik vind wel, je mag wel een voetballende ontwikkeling gaan verwachten nu. Ja. Daar ben ik het wel mee eens, Als je mag verwachten dat deze jongens, niet alleen zondag in de Kuip, maar volgende week zondag in Nijmegen, Groningen en de week erop in Nijmegen, dat die gewoon allemaal heel scherp zijn en gewoon niks laten afpakken van zichzelf. Gewoon die drie punten heel zakelijk pakken in de bus. En terug naar de Kuip gaan. Dat mag je van die jongens verwachten. Want dat gebeurt dus tegen Excelsior, zie je ook. Hè? Excelsior krijgt misschien evenveel kansen, zei Groenendijk ook nog. Alleen, ze zijn dodelijk. Dat is het grote voordeel van Feyenoord. Dat je de kwaliteiten hebt voorin. Dat je dodelijk kan zijn in dit soort situaties. Maar je krijgt ze even goed tegen. Dat is ook een verschil met vorig jaar natuurlijk. Precies. Nu heb je gewoon mensen die gewoon een wedstrijd voor je beslissen. Dat was vorig jaar anders. Ja, maar dat moet natuurlijk wel uit. Hè? Want kijk, je die kansen weggeven. Ja, dan gaat een keer wel afgestraft worden. Tuurlijk. Uit bij ADO verliezen. Dat kan niet. Maar daar gaat het om. Dat dingetje. Ja. Dat is zo belangrijk. En is het eruit halen of is het, en dan pak ik nog één statistiek erbij. Ik ben niet zo'n man van statistieken, maar 100 spelsituaties, vrije trappen en corners. En één assist eruit voor een doelpunt, dat vind ik wel echt dat heel weinig. Dat is ook heel weinig, want het is gewoon te trainen natuurlijk. Dat is de trainen. Standaard situatie. Als je ziet hoe Ajax scoort uit standaard situaties, dat levert gewoon punten op. Maar dat zie je toch op de bank. Je hebt hoeveel mensen zitten in de staf. Het is niet zo dat ze bij Feyenoord dat niet trainen. Natuurlijk trainen ze op standaard situaties. Natuurlijk worden daar afspraken over gemaakt. Het zit niet zo in onze cultuur. Ik kwam pas toevallig meneer Jury Vergouw tegen. Die wordt professor penalty genoemd. Mm-hmm. Die houdt statistieken bij en niet 10 jaar, maar al 40, 50 jaar. Ik weet de exacte cijfers niet uit mijn hoofd. Maar in Duitsland wordt al sinds de jaren 70 structureel 20% meer gescoord uit strafschoppen, vrije trappen en corners. Ze zitten helemaal in die cultuur. En dat is in Nederland niet het geval, vrees ik. Nee, kijk naar Van Gaal. Die scoort nu vooral alleen maar bij Manchester United uit vrije trappen. En voor de rest niet. Dat is toch ook al train je erop. Dan train je toch te weinig erop, lijkt mij dan. Ja, wie zou het zeggen? Ik vind het opvallend. Ze hebben Velenfiets bijvoorbeeld gehaald. Juist voor die vrije trappen. En als je dan ziet dat ze daar zo weinig uit scoren. Die vind ik trouwens niet zo goed. Die lijkt heel veel balverlies net buiten het eigen 16 meter gebied. Die begon goed, maar die is wel heel ver teruggevallen. Ja. Mensen vergeleken me al in het begin met Jordi Klaasje. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee. Want Klaasje was beter. Maar ik vind dat hij ook wel te weinig brengt. Ja. Ja. Nog één deze week. Zijn we het echt helemaal nergens over oneens vandaag? Ik merk dat jullie zijn wel heel erg. Dordrecht. Nou nee, ik denk dat jullie misschien wel oneens kunnen zijn. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dordrecht. Deze week ook nog een interview met Henk ten Katen. Die zei, wij leiden niet meer goed op in Nederland. Hebben we het vaker over gehad. Interview heb ik gelezen, Fred Rutte heb jij eerder daarover gesproken. Die zei dat ook al. Eigenlijk hetzelfde. En hij zei ook al nu van Raymond Verheijen is eigenlijk de doodsteek voor het voetbal. Dat zei hij ongeveer in dat interview. Want hij zegt, alle creativiteit gaat uit trainen. De kwaliteit gaat uit trainingen, omdat we allemaal maar moeten inhouden. Dat was een van zijn oorzaken waarom het voetbal in Nederland zo naar beneden is gegaan. Waarom is nou al het of het ene of het andere? Kijk, ten Kate is een man waar we diep respect voor moeten hebben. Even, je kan zeggen Barcelona, legendarische. Maar als je met Sparta zesde wordt in de Eredivisie en de bekerfinale haalt, moet je in de rest van je leven met groot applaus op het kasteel worden ontvangen. Maar je kunt toch ook zeggen, dus die man heeft een visie en doe nou ook de nieuwe dingen die Verheijen meebrengt. Het is al niet Ze hebben die methode van Verheijen is natuurlijk uitgevoerd. En daar zitten natuurlijk gewoon ook heel veel goede aspecten aan. Alleen als ik bijvoorbeeld Fred Rutte spreek en ook wat ten Kate ook zeggen, wat ook wetenschappers zeggen, is dat je met minder doen, dat het natuurlijk heel raar is als je dan verwacht dat je maximaal resultaat boekt. En als je dan kijkt om je heen, in Duitsland, in Engeland, in verschillende andere landen, daar trainen ze anders, harder, meer dan in Nederland. Ja, en zouden wij dan de wijsheid in pacht hebben Maar ik vind op dit, sorry, daar zijn we het wel oneens misschien. Ik vind dat als één iemand op dit punt moet zwijgen over hij, is het Fred Rutte wel. Al die ploegen, elk seizoen, laatste fase competitie. Natuurlijk, maar Henk de Kater zegt dat nu ook. Ja, maar die heeft dan wel recht van spreken. En Fokke Daan zegt dat ook. Niet op dit punt, Rutte heeft natuurlijk altijd recht van spreken. Maar is een oud voetballer, is een uitstekende trainer. Maar al die ploegen presteren slecht in de slotfase van de competitie. Tuurlijk, dat is toch geen toeval? Bij PSV verloor die zijn beste spelers in de winterstop. Toen ging het beste. We kunnen Rutte die discussie wel weer gaan voeren. Maar ik ben het met je eens. Het is geen toeval, toch? 9 jaar. Nee, dat kan niet altijd toeval zijn. Nee. Maar goed.
Maar goed, hij zegt, Ten Kate heeft in dat interview heeft het over onze manier van trainen. Hij heeft het over de manier waarop wij trainen. Dat jeugdtrainers tegenwoordig te veel aan het sturen zijn en niet meer jeugdvoetballers gewoon laten gaan en creatief laten zijn. En hij zegt daarbij ook, kijk nou eens naar Feyenoord. De beste jeugdopleiding van Nederland wordt geroemd daarom. Maar kijk waar ze de talenten aan afleveren. Ja. Het is niet meer de top van de wereld. Dus weet je, dat gaan we nooit meer inhalen de komende jaren. Klaas hier naar Southampton. Dat is wel een beetje fijn. Maar diezelfde jongens haalden onder Van Gaal met heel veel Feyenoord in de groep de halve finale van de WK. En daarna waren ze continu geblesseerd. Klaas hier geblesseerd bij Southampton. Al die jongens hebben daarna alleen maar problemen gehad in de overstap van de eredivisie naar een hoger niveau. Nee, het is wel waar dat vroeger Gullit, Rijkaard van Basten. Maar die waren wel 6, 27 toen ze gingen. Hè? Nu zijn ze jong. Kom je ook bij andere clubs terecht. Dat je hebt altijd te maken met wat er maar geboren gaat worden. Je weet het niet. Er kan een lichting aankomen over een aantal jaar waarvan je denkt van nou, dat zijn ze weer. Daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar ik ben het wel met elkaar eens dat alles begint natuurlijk wel bij de jeugdtrainers. Je moet wel trainers hebben die zelf goed hebben kunnen voetballen, die dingen kunnen voortdoen. Weet je waar dat goed zit? RVVA F4 is echt uitstekend. Oh ja? Ja, maar dan hebben ze een man die vroeger speelt rechtsback. Bij de A3. Gaat het ook beter belangrijk. Tennissen dan voetbal. Ja. Nee, maar het begint natuurlijk wel allemaal uiteindelijk bij de jeugd en bij de jeugdtrainers. Ja. Bij Dordrecht moeten we ook nog even over hebben. Daar is wel een hoop aan de hand, zag ik jou op deze Twitter ook aankondigen. Ik weet nog niet alle details, maar daar is financieel heel veel aan de hand. Ik ga de hand even heel diep in eigen boezem steken. Ik heb jarenlang op deze plek gezegd en ik vind het nog steeds een geweldige vent die heel veel goede dingen voor de club heeft gedaan. Ik heb alle dingen over Ad Heijsman gezegd. Die heeft met de beste bedoelingen die club geleid. Zij had het leuke voorzitter, goede club. Hè? Klopt ook echt. Vind ik echt een hele aardige, warme vent. Maar ik krijg steeds meer signalen vanuit de Dordtse dat het financieel ook gewoon een puinhoop is bij FC Dordrecht. Ik ken nog niet alle details, maar de club heeft forse schulden. De nieuwe directie met Hans de Zeeuw, uitstekende zakenman, en Paul Beiersberg. Die mensen heb ik echt vertrouwen. Die hebben echt een plan hoe het met die club verder moet. Ja, die lopen toch tegen lijken uit de kast uit het verleden aan. Van de week, dat is niet nieuw, maar dan hoor je eens wat dingen toen ik er was tegen Almere. Dat ze sowieso, dat is die fair play regeling. Je speelt een jaartje eerste divisie. Nadat je gedegradeerd bent, krijg je nog 3 ton van UEFA aan KNVB. Dat valt weg. Dat moet je met nieuwe inkomsten zien op te vangen. En die mannen ontdekken bijna wekelijks nieuwe dingen. En in het verleden zijn er echt gekke dingen gebeurd op financieel gebied. Die mannen moeten echt puin ruimen. Ja, dat doet me een beetje. Wat voor dingen, wat gekke dingen, weet je niet. Nou, schulden, leningen van mensen, dat soort zaken. Achtergestelde leningen. Het gaat echt om tonnen aan euro's. Dat is voor een club als Dordt. Ja, dat doet me een beetje denken aan het hele verhaal dat bij Excelsior ook was, jaren geleden. Totdat daar wie had toen de leiding toen het misging? Weet niet, weet jij wie dat was? Nee, toen Simon Kelder daar wegging, kwamen ook allemaal lijken uit de kast. En daar waren ook veel mensen Simon Kelder heeft trouwens directeur betaald voetbal laten zitten, met de raad van commissarissen van de KNVB. Ik heb sommige mensen blijven ook niks meer over zeggen, maar het is echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Wie je ook spreekt, iedereen denkt, hoe is dit nou toch mogelijk? Nee, maar van Oostveen, de directeur. Ja, maar het lijkt inderdaad op Excelsior, waar Ferry de Haan en Wouter Gudde aan de slag zijn gegaan met Albert de Jong erbij. Een uitstekend trio, die club is weer gezond. En ik ben van overtuigd geworden, maar die twee kunnen dat echt, Beiersbergen en de Zeeuw met Bogus, die wat meer op de achtergrond is, dat kan allemaal best, maar het is wel. Maar met welk plan dan? Want er is heel vaak in Dordt gesproken, er moet een nieuw stadion komen en dat voelde ook een beetje als Twente. Als we het stadion groter hebben, kunnen we meer Champions League spelen, kunnen we meer geld binnenkrijgen. Maar deze mannen, welk plan dan? Dus begin nou bij de basis. Dus deze mannen lopen er tegenaan, wat ze met ondernemers praten, die zeggen heel cynisch, ja, dat hebben we wel jaren gehoord, die plannen over het stadion. Dus die zeggen ook, ja, we moeten aan de basis onze problemen financieel eerst oplossen, dan pas kunnen we verder bouwen en praten over een stadion. Gewoon echt bij de basis beginnen. En dat begint met niet meer uitgeven. En dan naar binnenkomt. Dat lijkt een beetje simpel. Is het ook niet zo dat Excelsior toen ook gered is? Omdat de voorzitter gewoon wat geld heeft geleend. Ja, maar toen was hij nog geen voorzitter. Toen was hij nog geen voorzitter. Hij heeft het wel beschikbaar gesteld. Dat is een lening geweest, inderdaad. En op basis daarvan konden ze weer beleid maken en doorgaan. En daar zijn ze allemaal, en daarna zijn ze gaan groeien en verder gaan. Dus dat is waar. Dat klopt ook. Zo is het ook gegaan uiteindelijk. Om de boel daar te redden. En doorstart te kunnen maken. Dus misschien heeft Bogers nog wat over. Maar Bogers gaat altijd praten omdat hij met een klein budget een selectie kan samenstellen. En dat hij daar nooit boven komt. Dus ja, maar dat heeft hij ook goed gedaan. Precies. Dus maar waar komen weer? Weet je, het kan, het is bedoeld nog steeds een beetje, het kan naar beneden, kan naar boven. Maar ze staan weer op een plek dicht in de buurt van de play-offs. En Van der Ham, die, als hij dat haalt, zou echt wereld zijn. Dan zou Bogus ook weer een topprestatie hebben geleverd. Maar het is wel een soort, ik zei het pas al toen ik bij IJsselmeer wel Spakenburg was. Het is nu wel een kwestie van aan- of afhaken betaalde voetballen. Dat ziet misschien nog niet iedereen, maar bij Dordt weten ze dat echt. Want die doorstroming gaat er komen, je moet er nu zijn. Het moet ook gezonder, hè, allemaal. Je kan niet meer zomaar overal geld volgens mij vandaan halen. Je ziet het nu, al die clubs. Twente wordt dan weer gered door Enschede voor de zoveelste keer. Maar het houdt een keer op natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Je moet gewoon je eigen geld maken. Dat is wat ik zeg. Goede scouting, spelers halen, ontwikkelen, doorverkopen. Het blijft gewoon de snelste en de makkelijkste manier voor clubs om geld te verdienen. Ja, trouwens, denk je dat Van Ham volgend jaar ook doorgaat bij Dordt? Of zou het ook wat? We hebben natuurlijk de Nooyer steeds gehad. Ja, dat weet ik niet precies. Maar zou de hoofdtrainer worden, dan weer niet hoofdtrainer worden. Ja, dus kijk, ik zou het op zich niet gek vinden als de Nooyer zijn papier heeft dat hij het wel wordt. Dat vind ik iemand die ook de weg de geleidelijkheid heeft gekozen in zijn carrière. Ja. Die is denk ik prima in staat om goede trainer te zijn. Maar dat wordt, dat heeft Bogus toch gewoon gezegd? Heeft hij ooit gezegd.
maar Van der Ham, ja, die vind ik ook gewoon goed misschien. Ik weet niet hoe dat precies verder gaat, maar het zou wel logisch zijn als De Nooy dat ging doen. Goed. Sparta, Volendam, Excelsior, Twente dit weekend. En natuurlijk Feyenoord, Heracles allemaal te volgen via Rijnmond. En dan komende zondag is er een nieuwe FC Rijnmond. Dan zit hier Vincent Bijlo, jij bent er ook, hè? En Frank is er dan? Ja, dat is wel mooi. Vincent Bijlo luistert vaak naar ons. Die blinde cabaretier, Feyenoord supporter. Kan een mooie zondag worden. Ben benieuwd wat voor zondag dat gaat worden. Ik wens je een heel fijn weekend. Martijn, dank voor je komst. Zie je graag volgende keer weer. En nu ook, tot volgende keer.